Hoi, welkom bij Inspirerende Hutspot, het YouTube-kanaal dat gaat over gelukkig zijn en de wereld een klein beetje leuker maken. En we zijn weer met de bekende mensen die eigenlijk op internet de wereld een klein beetje leuker maken. Jelle van So Chicken, Sunny van Sunny Zoekt Geluk en Marjan van Just Be You. Just Be You. Hebben jullie nog iets te zeggen voordat we beginnen? Ik vind Hutspot vies. Let's go! Ik heb altijd aan zo'n hand willen draaien. Ja! Minimaliseren. Het brengt mij een soort chronisch vakantiegevoel eigenlijk. Maar weet je, het idee van minimaliseren is, je bepaalt heel erg wat essentieel is voor jou en voor jouw levensgeluk. Ja. En de rest schrap je gewoon uit je leven. En dat ben ik de afgelopen anderhalf jaar echt stap voor stap aan het doen. En dat is echt heel fijn, lekker luchtig. En wat is dan jouw eerste stap als je daarmee wil gaan beginnen? Wat zou jij dan zeggen van, joh, daar moet je mee gaan beginnen? Nou, ik ben begonnen met mijn boeken, omdat ik gewoon heel erg veel boeken had. En ik had ook een soort boekenkoopverslaving. Ja, nou, gewoon dan liep ik gewoon zo'n boekenvoordeel waar gewoon stomme boeken liggen. En die ging ik dan ook kopen. En ik, oh, leuk. Zo. En... Ja, nu ga ik. Oh, die hebben we ook al gehad. Oh ja. Tevreden zijn met wat je hebt. Ja. Oh ja, mooi. Nou, ik vind dat een hele interessante, daarom heb ik hem ook opgeschreven. Ja. Omdat je aan de ene kant je mond vol hebt en aan het praten bent. Ja, dat... Ja. Sorry. Ja. Nou, aan de ene kant vind ik dat heel erg belangrijk. Hè. Dat gaat ook heel erg over dankbaarheid, wees blij met wat je hebt. Aan de andere kant ben je ook bezig met groeien en doelen stellen. Waar wil ik naartoe? Maar ja, hoe denken jullie daarover? Maar kijk, ik denk het doel is uiteindelijk om een leven te hebben waarin je tevreden kan zijn, vaak. Want je stelt doelen zodat je gelukkiger wordt, zodat je tevreden kan zijn. Alleen het punt is vaak, tevreden zijn kan je gewoon nu doen. En die doelen hoef je helemaal niet te bereiken. Je liefdesleven kan je natuurlijk ook doelen hebben. Je bent vrijgezel, maar je wil heel graag een partner. Ja, dan ben je niet tevreden. Ben je dan eigenlijk als single altijd ontevreden? Niet altijd. Dat zou je ook kunnen afvragen. Als je single bent, dat je het best kan werken om tevreden te zijn en van jezelf te gaan houden en gewoon gelukkig te zijn. En op het moment dat alles goed is in je leven, dan komt er vanzelf een soort, hoeft niet natuurlijk, dan kan er iemand op je pad komen die je aanvult. In plaats van je leegtes opvult. Je leeft in de wereld die jij ziet. Met andere woorden, als je dus heel positief in het leven staat, is jouw wereld ook heel positief. Ik ben echt opgevoed met een ras negatieve Engels moeder. Daar heb ik alles van meegekregen. En dat positief leren denken of positief kijken, dat is echt het allereerste waar ik ooit mee begonnen ben. En dat, daar ben ik wel gelukkiger van geworden. Ja, dat denk ik ook wel. Ik vind het heel knap dat je, als je daar vandaan komt, dat je dan nu hier bent. Zeg maar, dat je zo'n positief mens bent. Maar dat zit wel heel erg in hoe je naar de wereld kijkt. Ja. En als je heel negatief naar de wereld kijkt, of als ik in de file sta, ik had dat afgelopen vrijdag. Ik was echt chagrijnig omdat ik in de file stond. En ik dacht, waarom ben je zo chagrijnig? En alles was stom ook gewoon om me heen. En ik keek zo en ik dacht, ja, die kijkt ook stom, die chauffeur. En toen dacht ik, jeetje, dit slaat echt nergens op. Ik ben zo erg bezig met hoe je naar de wereld kijkt en hoe je dat zelf ook... Kijk, ik zeg niet dat je het leven in de hand hebt, helemaal niet. Het leven overkomt je voor een heel groot deel. Je hebt wel in de hand hoe ik naar de wereld kijk en hoe ik daarin anticipeer en hoe ik daarin leef. Dus toen ben ik ook aan leuke dingen gaan denken en de zon zag ik opeens. En binnen 20 seconden was ik weer blij. Ja. Dus ik dacht, ja. En dan is er aan de buitenkant niks veranderd. Nee. Die man, die keek nog steeds, hij keek iets minder chagrijnig in mijn hoofd, maar hij keek nog steeds niet echt heel, ik denk, ach, ja. Ja, of je denkt, ah, die arme man, weet je, ja. Dan denk je, ja, nou, en dan gaat het met veel meer liefde, ofzo. Ja. Maar ik denk ook wel dat tevredenheid is heel erg iets wat je doet. Het is ook een vaardigheid. Ik zat in Thailand op een perfect, dat is echt een prachtig strandje met kleine parasolletjes en wittig zand. En dan zat ik in zo'n stoeltje met gekleurde streepjes, met cocktails van 50 cent. En dan zeg maar met mijn voeten in de zee, want die kwam gewoon echt tot aan, tot aan je voeten. En ik zat daar met een notitieboekje te bedenken hoe ik mijn leven leuker zou gaan maken. Wat? En later dacht ik daarachter, toen dacht ik... Wauw! Alsof, weet je wel, alsof het beter dan dat wordt. Dat boekje weggooien en gewoon gaan zitten. Ja, gewoon. Ja, van zo. Ja. Als je wensen hebt of meer wil, dan ga je toch ook weer mee in de maatschappij meer willen. Het is niet goed zoals het is. Dat kan ook anders willen. Weet je, het kan ook je... Ja. Kijk, ik denk dat het ook verschil is tussen ik wil een extra auto of ik wil mezelf buiten mijn comfortzone begeven groeien. En ik wil mezelf
ontwikkelen. Van binnen weet je alle antwoorden wel. Je weet wel wat je moet doen. Alleen dan moet je wel heel even luisteren naar wat er daar zit. Ja. En dat is wat we niet meer weten hoe dat moet. Want we zijn eigenlijk gelukkig, alleen we zijn vergeten hoe we dat moesten zijn.